Goedenavond, het nieuws van zondag 9 oktober. Oud-minister De Koning overleden. Rechts wint bij Belgische verkiezingen. En weer diefstal in Rembrandthuis. Oud-minister Jan De Koning is afgelopen nacht in het Academisch Ziekenhuis in Leiden overleden. De CDA-politicus beheerde diverse portefeuilles in verschillende kabinetten. Ontwikkelingssamenwerking, landbouw, sociale zaken en Antilliaanse en Arubaanse zaken. Nuchter, relativerend, pragmatisch. Het zijn enkele kenmerken die oud-minister Jan De Koning en prominent CDA typeren. Jan De Koning is, nadat hij eerst voor de antirevolutionaire partij in de Eerste en Tweede Kamer had gezeten, van 1977 tot 1989 minister geweest in verschillende kabinetten. Als minister van Sociale Zaken moest hij vaak het slechte nieuws uitleggen. Zoals verpleegkundigen vertellen dat er geen meer loon in zit. De Konings argument dikwijls, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Hij slaagde erin de sociale partners steeds weer van loonmatiging te overtuigen. En hij gaf de aanzet tot de ingrijpende wijziging van het sociale zekerheidsstelsel. Oud-minister De Vries, in 1989 De Konings opvolger, spreekt over een groot verlies. Man die eigenlijk geen vijanden had in de politiek. Wijze man, rustgevend, maar tegelijkertijd een man die de problemen niet uit de weg ging. Premier Kok heeft als FNV-voorzitter De Koning meegemaakt. Hij heeft in de jaren 80, vooral in de eerste helft van de jaren 80, een bikkelhard beleid gevoerd in het eerste kabinet Lubbers. Dat was nodig om Nederland gezond te maken in financieel opzicht. Hij legde harde sociale voorstellen op tafel. En ik weet ook nog wel dat ik daar in mijn vakbondshoedanigheid dus soms lelijk tegenover hem kwam te staan. En we hebben ook scherpe debatten gehad met elkaar. Maar dat kon altijd in vriendschap. Veel CDA'ers vonden begin 80 De Koning geschikt als premier. Maar zelf vond hij Lubbers net iets beter. Als informateur stond hij aan de wieg van twee kabinetten Lubbers. In de reacties op zijn overlijden prijst iedereen De Konings kwaliteit. En vooral zijn innemende persoonlijkheid.